Bij de ABC, oftewel de Aardamse basketbalclub van Ter Aar, zoeken ze nog steeds leden erbij. Peter, hoe zit het? Ja, dat klopt Marco. We zijn nog steeds op zoek naar leden en vooral meiden. Wij zijn op dit moment, we hebben zien daar 3 lopen. Nou, we hebben er totaal 6, maar we moeten er eigenlijk meer bij ook om competitie te gaan spelen voor ons seizoen. Want 6 is te weinig, dus we zijn eigenlijk nog steeds op zoek naar leden. Helemaal, dat klopt Marco. Ja, even vertel eens, hoe lang bestaat de club nu al? We staan officieel bijna 5 jaar. November, dan hebben wij ons eerste lustrum 5 jaar bestaan. En we doen het niet slecht met 7 teams op dit moment. Nee, dat is een goede winst. Ja, zeker weten. En toch wat meer naamsbekendheid in de omgeving. Ja, als je ziet onze leden, ja, ze komen niet alleen uit de Aar, maar ze komen eigenlijk uit de omgeving. Alphen, Rijnsterwoude, Leimuiden, Hazerswoude hebben we zelfs, Nieuwveen. Dus ja. Dus ze komen eigenlijk overal uit de omgeving weten ons te vinden. Ja, en dan zijn er vaste tijden wanneer er getraind wordt? Op woensdagavond traint onze U14 team en onze 2 jongens U16 teams. Vrijdagavond trainen de U10 voor ons een U12. Zijn we ook nog steeds op zoek naar kinderen van onder de 8 jaar. 8, 9 jaar, die kunnen ook gezellig komen basketballen. Zoals je ziet zijn we nu ook met de U16 meisjes en onze recreanten. Sinds half maart hebben we een recreantenteam. Oh, wat houdt dat in? Recreanten zijn gewoon mensen, senioren in dit geval, die gewoon een uurtje in de week lekker willen basketballen en voor de rest geen competitie spelen, maar gewoon lekker 1 uur op vrijdagavond willen sporten. En dat kan dus ook bij jullie? Dat kan sinds kort ook bij jullie. Bij ons, ja, klopt. En nogmaals, we hebben ook nog een U18 team. Dat traint van 8 tot 9. Dus je ziet het, we zijn op dit moment een vereniging in groei en voor iedereen wat we zeggen altijd is, we zijn de gezelligste club in de regio. We zijn er voor jong en oud. Que viva, viva la vida, vívela con alegría. Voy buscándolo, pero no puedo encontrarlo. Que viva, viva la vida, y vivirla cada día. Y dime que tú quieres mi amor. Ze zoeken meiden bij de ABC. Wie zijn jullie? Ik ben Yvette. Ik ben Irene. Ja, en hoe lang zitten jullie al op basketbal? Ik zit 4 jaar op basketbal. 4 jaar? Ik 8 jaar. 8 jaar al? Ja. Dus niet bij de ABC begonnen? Nee. Waar wel? Bij BVA en Alphen. Maar toch overgestapt naar de Ter Aarse Club? Is veel leuker. Veel leuker, kijk, dat moeten we horen. Hé, wat is nou zo leuk aan basketbal? Leg me dat nou toch eens uit. Gewoon een spelletje, het samenwerken, hoe je gewoon samen probeert te winnen en te scoren. Dat is gewoon leuk. Is lekker fel. Ja. Moet er nou hard getraind worden voor de wedstrijden? Ja, valt wel mee. Zijn gewoon goed. Zijn gewoon goed. Kijk, dat is de spirit. Hey, jullie trainen op vrijdagavond en nog meer? Nee, alleen op vrijdagavond, een uurtje. Dus en jullie zoeken nu meiden erbij? Ja, heel graag, want we komen een beetje meisjes tekort. Ja. De meiden zitten misschien nu aan de buis gekluisterd. Moeders is aan. Nou meiden, als je nog een hele leuke sport zoekt, kom hier op bij AOC Basketbal. Nou, heel goed. Nu jij nog even je best doen. Nou, we zijn een heel leuk team, ik kom erbij. Dat maakt het vast veel gezelliger.